Het thema van aflevering 8 is vrij van schuld en schaamte. Lijkt je dat niet heerlijk? Vrijkomen van deze twee destructieve dingen die je zo kunnen folteren. Het ontneemt je alle energie en je kunt er zelfs ziek van worden. Aan de hand van Gods woord gaan we kijken hoe jij hier vrij van kan komen. Kijk je mee? Wie kent het? Zich schamen. Hebben we er wel eens last van? Ja? Ik wel in elk geval. Dat je je zo kunt schamen dat je het liefst wil wegstoppen. En wegstoppen, verstoppen, dat is eigenlijk een gevolg van schaamte. Als je kijkt naar Adam en Eva, dan was er geen schaamte. Ze wandelden met God in de Hof van Eden, waar alles volmaakt was, waar alles goed was. Er was een verbinding. Maar toen de verbinding verbroken werd, dan zie je ook dat er een verbroken vertrouwen is. En wat komt er dan als er verbroken vertrouwen is? Dan komt er schaamte vrij. Schaamte zegt iets over wie je bent. Schuld is gerelateerd aan wat je doet. Je zegt wel eens, ik voel me schuldig, ik ben schuldig. Terwijl het een leugen is, want jij bent niet schuldig. Maar we kunnen die schuld als het ware ons toe-eigenen en zeggen, ik ben schuldig, want ik heb een verkeerde daad gedaan. Dus dan ben ik automatisch schuldig. Met schaamte werkt dat ook zo. Dat we zeggen, ik heb iets fouts gedaan, dus ik schaam me erover, dus ik ben waarschijnlijk een verkeerd persoon. We zoeken het in de kern. Maar schaamte en schuld zijn beide gebaseerd op een leugen. En weet je wat de vijand wil? Hij wil die leugens in stand houden in ons leven. Hij wil zeggen, jij bent fout, dus jij bent schuldig en je zult de rest van je leven maar met die schuld en die schaamte moeten leven. Maar Jezus zegt iets anders. Hij zegt, ik heb je vrijgekocht van elke schuld, van elke schaamte. Als je kijkt naar Adam en Eva, hoe ze wandelden met God, ze overlegden met God. Er was een relatie, een wederkerige relatie. Samen liepen ze in de tuin en samen overlegden ze in de avondkoelte, staat er. En er is als het ware een heimwee bij God naar die relatie, naar alles wat verbroken is. En weet je wat God doet? God wil die schaamte, die naaktheid die ze op een gegeven moment voelden doordat ze een verkeerde daad hadden gedaan, wil God weer bedekken. In zijn liefde wil hij die naaktheid bedekken van de mens. En je ziet dan ook wat ze doen. Eerst creëren ze zelf een bedekking. Ze verstoppen zich achter vijgenbladeren. Nou, dit zijn geen echte vijgenbladeren, maar ik vond ze hier net buiten. Maar achter die vijgenbladeren. Maar God zegt, ik ga je bedekken met iets beters. Ik ga je bedekken met dierenvellen, waar eerst een offer voor gebracht is. Zo zegt hij, ik wil jou bedekken met het offer van Jezus. En ik wil al je schuld en al je schaamte weghalen. Als je kijkt wat de vijand doet, is je dag en nacht aanklagen. Dat is zijn taak. Dat is wat hij de hele dag doet, met leugens. En je het maar blijven voelen, blijven tegen dezelfde dingen tegen je blijven spreken. En ik zocht even een tekst op en die staat in Zacharia 3. Daar staat een hele mooie tekst. En dat gaat erover dat de hoge priester Jozua staat voor de engel van de Heer. En daar staat er dit. En terwijl de Satan aan zijn rechterhand staat om hem aan te klagen. En dan zegt de Heer tot de Satan. De Heer bestraffe u, Satan. Ja, de Heer bestraffe u. Jozua was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor die engel stond. Zo kunnen wij ons ook voelen. Vuil van de zonde, van onreinheid, van verkeerde dingen die we hebben gedaan. Van, noem maar op, van ons verleden. Alles wat aan ons kleeft, waarin we besmeurd zijn geraakt. En dat is als vuile klederen. En dan neemt hij opnieuw het woord en dan zegt hij tot hem, doet hem de vuile klederen uit. Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg en ik trek uw feestklederen aan. En ik zei, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. En toen zette zij een reine tulband op zijn hoofd en ze trokken hem een statiegewaad aan. Dit is precies wat God ook bij ons wil doen. Hij ziet ons staan met die vieze kleren aan. Met waar we vandaan komen. Alle dingen die we hebben gedaan. Overal waar we doorheen zijn gegaan. De modder. Daar waar we pijn is aangedaan. Teleurstelling, boosheid, wrok, haat. Noem maar op. Alles. Schuld, schaamte.
alles wat als het ware op ons kleed is gekomen. En hij zegt dan letterlijk tegen Jezus: trek die mantel uit bij mijn dochter. Trek die mantel uit bij mijn zoon. En ik geef je iets nieuws ervoor terug. Ik geef je een nieuw gewaad ervoor terug. Dit lijkt wel op het verhaal van de verloren zoon. Terwijl ik dit las, dacht ik, ik moet denken aan de verloren zoon. He, misschien denk je, ik ben geen zoon, maar je bent een dochter. He, en dan zie je dat die verloren zoon, die verloren dochter, zegt tegen zijn vader: geef me maar de erfdeel, geef me maar de erfenis. En dan gaat hij de wereld in en hij verkwist hem. En uiteindelijk komt hij terecht op een plek waar hij niet terecht heeft willen komen. Uiteindelijk komt hij terecht tussen de varkens. En de varkens staat voor onreinheid. Op een plek waar je misschien niet eens van tevoren had gedacht waar je nooit terecht zou komen. En dan zit je daar. En op die plek, te midden van al die onreinheid, denkt hij terug aan zijn vader. En denkt hij, had ik niet al die tijd het goed bij mijn vader? Maar hoe moet ik terugkeren? Want die verbinding is verbroken. En er komt schuld en schaamte. En je gaat je schamen voor wat je hebt gedaan. En je gaat je schuldig voelen. En weet je wat schuld doet? Dat hij denkt, ik durf niet meer terug te keren. Als zoon of als dochter. Laat ik dan maar terugkeren als knecht. Laat ik dan maar harder gaan werken. Misschien is dan mijn schaamte en mijn schuld wel weg. En hij keert terug. En de hele weg denkt hij, wat zal mijn vader vinden? Maar zijn vader heeft al die tijd op hem gewacht. En het eerste wat hij doet, is als zijn zoon naar hem nadert, dat hij zegt, snel, trek hem dat vieze kleed uit. Snel, de beste kleed, een beste mantel, hang het hem om. En geef hem een nieuwe ring, een nieuw verbond en nieuwe schoenen, een nieuwe wandel. Zo kijkt vader ook naar ons allemaal. Hij kijkt niet waar je vandaan komt. Maar hij zegt, snel, haal een nieuw kleed voor mijn dochter, want ze is thuisgekomen. Ik heb een plekje voor je in mijn huis en in mijn hart. God wil alle dingen nieuw maken. Wat doen we met die schuld en schaamte? Houden wij het vast en zeggen we, het is mijn schuld? Of zeggen we, Heer, ik kan het niet langer dragen. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Maar dan moet het wel loslaten. Let go, let God. En zijn we bereid om die schuld en die schaamte aan hem te geven? Want dan kan hij aan het werk gaan in jouw leven. Weet je, er was een tijd dat ik ook gebukt ging onder schuld en schaamte. En een paar jaar geleden gingen we door een hele diepe periode in ons leven heen. En het was een periode waarin mijn man zijn zaak kwijtraakte. We kwamen in een faillissement terecht. En als je in een faillissement terechtkomt, dan krijg je te maken met schuld, heel veel schuld, en schaamte. Heel veel schaamte. Want die twee gaan hand in hand. Schuld en schaamte gaan hand in hand. Ook al kon ik er niets aan doen. Hè, en ook al konden wij er allebei niets aan doen. Want het kwam echt door de economische crisis. En op van dit naar dat was in no time. Van alles hebben naar alles kwijtraken. Dat ging in no time. Maar er gebeurt iets in jezelf. Dus we raakten heel veel kwijt. We raakten ons huis kwijt. We raakten heel veel bezittingen kwijt. Van alles raakten we kwijt. En in die fase werd ik net gevraagd om overal te komen spreken. En weet je wat dat met me deed? Ik voelde me onwaardig. En ik dacht, ik ben niet eens meer waard. Wie zit er nou op mij te wachten? Ik ben niet eens meer waard om op het podium te staan. Ik ben niet eens meer waard om te getuigen en te vertellen wat Jezus doet in mijn leven. Moet je kijken hoe mijn leven is. Eén modderpoel. Zo voel je dan. Hè? Maar die schaamte is niet terecht. En je kan je gaan verstoppen. Maar God haalt je tevoorschijn. Uit die varkenstal. Uit die modderpoel. En hij zegt, nee, ik heb je daar neergezet. En weet je, ik raapte mezelf bij elkaar en ik ging die dag naar een vrouwendag. En ik had mezelf bij elkaar geraapt en opgekrikt en gezegd, Esther, jij kan dit gewoon, we gaan het gewoon doen. En ik hield me keurig aan het thema en ik stond daar het thema gewoon te vertellen waar ze om hadden gevraagd. En weet je wat er gebeurde? Na die tijd komt er een vrouw op me af. En die vrouw loopt naar me toe, tikt me op de schouders en zegt, ja, Esther, voor jou is het lekker makkelijk om zo positief hier op het podium te gaan spreken. Jij maakt niet zulke diepe dingen mee als ik. En ik zei alleen maar, dankjewel dat je dit tegen me zegt. Dus ze zei, dankjewel, dankjewel. Ik zeg, ja, dat betekent dus dat ik ook de keerzijde van de medaille moet laten zien. En niet alleen die glimmende voorkant die jullie zien. En weet je, die avond ging ik naar huis en de volgende dag zou ik precies hetzelfde thema brengen voor de volgende groep vrouwen.
En ik lag in bed. En ik dacht op dat moment, ja, waarom vertel ik niet over mijn worstelingen? En toen dacht ik, ja, dat komt door schaamte. Eigenlijk de schaamte, stel dat mensen vinden, en mensen vinden altijd wat. Stel dat, en de schuld. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Ik ben niet meer onder de aanklacht. Maar wat staat er in Openbaring 12? Dat de aanklager verslagen wordt door het bloed van Jezus en door het woord van je getuigenis. Dus ik dacht, ik ga getuigen over wat God aan het doen is. En ik werd wakker 's ochtends en denk, ik ga het gewoon doen. En ik ben daar opnieuw naar het podium gestapt. En ik dacht, ik ga vertellen over die dieptes. En weet je wat er gebeurde? Het tegenovergestelde van wat ik dacht. Ik dacht, mensen gaan weglopen. Mensen denken, ze is niet eens meer geloofwaardig. Ja, jij staat er wel mooi te spreken. Maar moet je kijken waar jij doorheen gaat? Ze is niet eens meer geloofwaardig. Maar dat gebeurde niet. Het tegenovergestelde gebeurde. Mensen zeiden, hier herken ik me in. Nu kan ik me ook verplaatsen in jou. Ik dacht dat jij nooit zulke dingen meemaakte. Ik dacht dat jij alleen maar mooie dingen meemaakte in je leven. Zeg maar, weet je, en dan pak ik weer een term die ik de vorige keer ook heb gebruikt. Sterke vrouwen worden niet geboren, maar ze worden gevormd door wat we meemaken. En misschien heb je voor je gevoel soms geen keuze. Dat heb ik ook vaak gedacht. Ik heb geen keuze. En toen dacht ik, dat is een leugen. Want je hebt altijd een keuze. Weet je wat jouw keuze is? Jouw keuze is hoe je met die tegenslagen omgaat. En dat is een hele bepalende keuze. Want je kunt winnen of je kunt verliezen. Je kunt je eraan overgeven of je kunt de overwinnaar gaan worden. En kies voor dat laatste om een overwinnaar te worden. Als je kijkt in de Bijbel, dan kijk ik eventjes naar het verhaal van David. En dat treft mij even iets. Want dat gaat ook over de aanklager. Over een grote reus die op het toneel verschijnt. En een reus, daar kun je niet omheen. Een reus kan een reus van angst zijn. Een reus kan een reus van financiën zijn. Een reus kan een reus van gezondheidsproblemen zijn. Een reus kan een reus zijn van relaties en in verbindingen staan. Deze reus, die Goliath, die deed iets strategisch. Elke ochtend en elke avond stelde hij zich op, kwam hij naar voren. Weet je, voordat je naar bed gaat en voordat je opstaat, verschijnt die reus. Die verschijnt die aanklager en wilde je even laten voelen dat het uitzichtloos is. Want je kunt bijna niet om die reus heen. Maar David keek anders. En misschien ken je dat mopje wel. Als ongeloof een reus ziet staan, denkt hij, die is zo groot, die kan ik nooit aan. Maar als geloof een reus ziet staan, denkt hij, die is zo groot, die kan ik nooit missen. Met welke ogen kijken we naar een reus? David keek met andere ogen naar die reus. Hij zag die reus en hij zag wat die reus voor effect had op de mensen. Misschien is jouw schaamte zo'n grote reus geworden in je leven. Misschien dat schuldgevoel zo'n grote reus. Weet je wat het hele volk deed? Ze vluchtten weg. Elke ochtend en elke avond, 40 dagen lang, kwam die reus daar staan. En het hele volk sloeg op de vlucht voor die reus. Zelfs de koning vluchtte voor die reus. En David zag de reus en hij ging erop af. En hij zei, wie is die reus? Wie is die aanklager die dag in, dag uit altijd dezelfde woorden spreekt? En die mijn God gewoon aan het darten is. Gewoon sarcastisch aan het neerhalen is. Wie is die reus? Wie denk je wel niet dat je bent? En dan gaat hij staan in geloof. En dan zegt hij tegen die reus, vandaag zal God jouw reus mij in de macht geven. Weet je, waarom vluchten we zo vaak? Waarom verstoppen we ons zoals Adam en Eva achter schuld en schaamte, achter die bladeren, zodat we maar niet onszelf hoeven te laten zien, onze kwetsbaarheid en onze naaktheid niet hoeven te laten zien. Terwijl God zegt, terwijl Jezus zegt, is mijn offer niet genoeg om jou te bekleden? En weet je, God kijkt vanuit het offer naar ons. En zo ziet hij ons. Niet langer als in onze oude staat, maar hij ziet ons nieuw. En hij zegt, ik heb alles volbracht. Weet je, door je schuld en schaamte te blijven dragen, dat verandert niets aan je omstandigheden. En het helpt je ook niet. Want hij zegt, ik heb het al gedragen. Waarom zou jij het dan alsnog gaan dragen? De keuze is, wat doe jij met de schuld en schaamte?
Geef jij het aan Jezus? Let go, let God? Of hou je het zelf vast? We gaan nu kijken naar een getuigenis van jou, Gerani. Jij vertelt hoe je hebt gedeeld met de schuld en de schaamte in je leven. Kijken jullie mee? Het ging helemaal niet goed met mij. Mijn huwelijk ging het niet goed in. Op mijn werk ging het niet goed. Met mij persoonlijk. En het begon eigenlijk allemaal in 2015. Toen ik op het werk een persoonlijkheidstest deed. Nadat ik de test kreeg en de uitleg erbij kreeg, was het een soort van spiegel. En de spiegel liet dus zien van dit is niet wie jij bent. Mijn huwelijk ging niet goed, het werk ging niet goed, had ik het gevoel van ik heb ultiem gefaald. Dat bracht allerlei schaamtegevoelens met zich mee, van ik had het moeten weten en ik had beter onderzoek moeten doen naar hoe het moest. Ik had me anders moeten gedragen. Allemaal zelfveroordelingsopmerkingen die in je opkomen of die je soms worden ingefluisterd. Mijn aartse vader, ben ik niet met hem opgegroeid. Toen ik 3 was, zijn mijn ouders gescheiden. En daarna zag ik hem eigenlijk niet zo vaak. En het was een enorm gemis. Naarmate ik ouder werd, ben ik op zoek gegaan naar liefde in allerlei verschillende hoeken. En eigenlijk overal waar ik het niet moest zoeken. Totdat ik dus op een punt kwam dat ik dacht, er mist iets in mijn leven. Ik moet echt terug naar God. Daarna ging ik op zoek naar wie ik nou echt was in Christus Jezus. Door het lezen van boeken, maar vooral het ene boek, de Bijbel. Ik heb God echt gevraagd, neem mij mee, laat mij zien wie ben ik, waarom ben ik hier. Dat heeft gemaakt dat ik nachtenlang, wanneer de televisie uitging, dat ik dan in het donker zat en gewoon aan het praten was met God. Want God is echt onze Vader. Het is gewoon praten en zeggen wat er allemaal is. En dat brengt allemaal heling. Dat heeft gemaakt dat ik God echt, echt als een vader ben gaan ervaren. En die ervaring met God maakte er dus ook voor dat ik mijn eigen vader steeds meer kon vergeven. En de relatie werd toen ook hersteld met mijn vader. Maar wat het nou echt bij mij teweeg bracht, is dat ik heel werd van binnen. Ik wist wie ik was in Christus Jezus. Ga eerst op zoek naar God. Ga naar Jezus. Hij zal openbaren waarmee je aan de slag moet gaan. Hij laat het niet alleen zien, maar hij laat ook zien hoe je kan helen. En begin met het lezen van je Bijbel. En voordat je begint, vraag dan ook van Vader, laat mij zien hoe ik dit woord moet begrijpen. Jezus is mijn redder en hij is degene die mij echt ultieme genezing heeft gebracht. Heelheid van binnen. Prachtig, Gerani. Dank je wel dat je dit hebt willen delen met ons. En wat me zo raakte is dat je ook zei, vanuit die schaamte kwam er een stuk zelfveroordeling. He, want schaamte gaat over de kern, he, de leugen is die kern van ik ben niet goed. En ik vind het zo mooi waar jij je sleutel vandaan hebt gehaald door de Bijbel te gaan lezen. En te gaan kijken, wat is de waarheid? Wat zegt God over mij? En wat is zijn waarheid? En je hebt die waarheid niet alleen gelezen, je hebt hem je toegeëigend. Je hebt hem je eigen gemaakt en je bent er zelfs uit gaan leven. En daardoor kon je ook vanuit, niet langer vanuit die schuld en vanuit die schaamte, naar je familie kijken en naar je omstandigheden kijken. Maar vanuit een nieuw zicht, vanuit een nieuwe bril. Dus ik vind je een dappere vrouw. Dank je wel voor je delen. Ja, en ik geloof dat hier ook gewoon vrouwen zitten die zeggen, ik herken me hier zo in. En misschien zit je thuis nu achter de tv en denk, dat je denkt van, wat dapper wat Gerani net vertelde. Want ik herken me hier zelf ook zo in. Maar ik heb het niet gezocht in Jezus, maar ik zocht het in verslavingen. Of om harder te gaan werken, te gaan verdienen. Weet je wat ik zo mooi vind? Schuld, hè, heel vaak willen we het verdienen. He, willen we die schuld als het ware kwijtgescholden worden door harder te gaan werken of door meer voor God te gaan doen? En dan zegt hij, maar weet je, het is genade.
En ik kan die schuld alleen kwijtschelden door genade. Niet omdat we het verdienen, maar enkel en alleen uit genade. En genade klinkt altijd heel erg goedkoop. Maar het was niet goedkoop, want het heeft Jezus alles gekost. Maar kunnen wij het accepteren? Want op het moment dat we die genade niet aannemen, wijzen we het offer van Jezus af. Terwijl hij zegt, ik heb voor jou dit gedragen. Ik heb voor jou de schuld gedragen. Ik heb voor jou de schaamte gedragen. Ik heb voor jou de pijn gedragen. Voor jou de teleurstelling gedragen. En misschien zit je nu te denken dat je denkt, ja, maar is alle schaamte dan verkeerd? Nee, je hebt ook goede schaamte. En daar bedoel ik mee te zeggen, schaamte, hè, van dat als iets tegen je normen en je waarden ingaat, dat je er dan voor schaamt, dat is geen verkeerde schaamte. Maar ik heb het net gehad over de valse schaamte. De schaamte die de aanklager je geeft. Dat je fout bent door wat je doet en door wie je bent. Hè? Terwijl God zegt, nee, jouw kern is goed. En ik maak jou vrij van alle vormen van schaamte. En ik ga zelfs, dat staat heel mooi, jij eigende de Bijbel je toe, zei je, Gerani. In Jesaja 54 staat dit heel mooi. Vrees niet, want je zult niet beschaamd staan. Word niet schaamrood, want je zult niet te schande worden, staat daar. En je zult zelfs de schande van je jeugd vergeten. Wauw. En waardoor kun je vergeten als iets vergeven is? He, dan is het vergeven en vergeten. Dan is het echt zand erover en vergeven. En vergeten. En dat is precies wat Jezus wil doen. Hij wil die schaamte weghalen en ons een nieuw leven geven. Weet je, terwijl ik het zo had over die bladeren, over die vijgenbladeren, dat we erachter verstopt kunnen zitten. Dat wij soms iets kunnen creëren waarachter we ons verstoppen omdat we ons eigenlijk niet waardig vinden om in de aanwezigheid van een ander te komen. Of laat staan in de aanwezigheid van God te komen. He, dan bedekken we ons maar of verstoppen we ons maar. Of gaan we maar harder werken. Maar er staat ook een heel mooi verhaal over in de Bijbel. En dan denk ik even aan Zacchaeus. Zacchaeus, een tollenaar. Prachtig woord voor afperser. Hij ging gewoon fout om met wat God hem had toevertrouwd. Hij ging gewoon fout om met het geld van anderen. Maar er zat iets in Zacchaeus. Zacchaeus had een verlangen in zijn hart. Een verlangen naar één glimp te zien van Jezus. En hij hoorde dat Jezus in zijn dorp zou komen. En misschien zit je hier en denk je, ik heb ook een verlangen. Want ik ken die Jezus niet. En ik ken God niet. Ik ken God alleen als die boeman. Maar ik ken hem niet van dichtbij. Zoals jij beschreef, een relatie met Jezus hebben. Hoe werkt dat? En hoe zit dat? Maar Zacchaeus had een verlangen. En zijn verlangen was groter dan zijn angst. Zijn angst voor mensen, zijn angst voor oordeel. En hij dacht, ik wil één glimp zien. En één glimp van Jezus zien kan jou veranderen. In een moment veranderen. En Zacchaeus ging voorop. En hij zag de stoet naderen met Jezus binnen in die stoet. En hij rende voorop en hij klom in een vijgenboom. En daar zat hij achter die bladeren, verstopt om één glimp te zien van Jezus. En weet je wat ik zo mooi vind? Jezus ziet dat verlangen. Hij ziet dat verlangen. Hij ziet dat verlangen in jou. Hij ziet het verlangen in jou. En Jezus gaat niet aan dat verlangen voorbij. En hij stopt onder die boom. Daar waar Zacchaeus tussen die bladeren, tussen die verstopplek, door zit te turen naar Jezus. En Jezus stopt, terwijl iedereen aan hem trekt en iedereen wil wat van hem. Maar hij stopt onder die boom en hij kijkt omhoog. En dan kom ik bij dat punt, hij kent je naam. Hij kent de naam van Zacchaeus. Hij ziet je en hij ziet je zitten. En hij ziet je verstopt zitten, achter schuld, achter schaamte. En hij laat het daar niet bij. En hij roept hem tevoorschijn en hij zegt, Zacchaeus! En iedereen kijkt omhoog. En daar zit die oppertollenaar, die afperser, zit daar. En hij kijkt naar beneden. En dan zegt Jezus, Zacchaeus, ik wil bij jou zijn. Bij mij? Ik? Maar ik doe nog alles verkeerd. Ik heb zoveel dingen verkeerd. Nee, Jezus praat daar niet eens over. Hij zegt, ik wil bij jou zijn. Ik wil bij jou in huis zijn. Ik wil mijn hart met jou delen en jij jouw hart met mij delen. Ik wil met jou gezien worden. En weet je, het was niet vanzelfsprekend om bij iemand in huis te komen die een zondaar was. Want weet je wat er gebeurde in die tijd? Had je geen deuren. En als iemand jou zag zien zitten met een zondaar aan tafel, dan ging jouw naam eraan. Dan ging jouw naam eraan. Maar Jezus is daar niet bang voor. Hij is daarvoor gekomen, voor zondaren, voor die ene. Hij wil met je gezien worden.
En het is nooit te laat. Het is voor hem nooit te laat. Maar wat ik zo mooi vind, hij ziet daar Zacchaeus zitten. Maar hij ziet meer dan alleen Zacchaeus zitten. Want weet je wat de naam van Zacchaeus betekent? Zijn naam betekent zuiver, puur. Dus Jezus ziet door al die bladeren van schuld, van schaamte, al die bladeren, al die beschermlaagjes van ons, al dat afweer, alles wat achter ons kunnen verstoppen, daar ziet hij een hart wat naar hem uitgaat. Een puur en een zuiver hart. En hij zegt, Zacchaeus, puur, pure man, pure vrouw, kom tevoorschijn. Ik wil bij jou zijn. Zo kijkt hij ook naar ons. Hij kijkt verder dan alle beschermlaagjes. En hij ziet een verlangen. En weet je wat er staat in de Bijbel? Gelukkig zijn zij die een puur hart hebben. Want zij zullen God zien. Dat is hem. Zij zullen God zien. Zo kijkt hij ook vandaag naar jou. Hij ziet je zitten in je huiskamer. Aan tafel. Hij ziet je zitten op de plek waar je bent. En hij zegt, en ik kijk door al die laagjes heen. Door al je bladeren waarachter je verstopt hebt heen. Door al je schuld en door al je schaamte kijk ik heen. En ik zie een verlangen. En ik zie een honger in jou naar de echte liefde van God. Ik zie een honger in jou naar een relatie met Jezus hebben. En misschien voor het eerst in je leven. En misschien ben je teruggekeerd en weet je niet eens meer hoe je terug moet keren. En zeg je, ik ben het niet eens meer waard om een zoon of een dochter van u te zijn. Laat ik maar terugkeren als slaaf of als knecht. Maar weet je, God kijkt naar jou. En hij zegt, ik hou van je. Om wie je bent, om wie je was en om wie je zal zijn. Hij heeft een onvoorwaardelijke liefde. En hij zegt, ik wil al jouw schuld en al jouw schaamte dragen. Ik wil alle aanklacht en alle oordeel wil ik dragen. Maar ben jij bereid om het aan mij te geven? En weet je, ik heb het echt een gedachte. Het lijkt mij zo mooi om samen hier het Onze Vader te bidden. Want daarin staat ook, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij weer die ander kunnen vergeven. Zullen we dat gaan bidden? En als je thuis zit en nu kijkt, wil je dan met ons meebidden? Het Onze Vader. Want onze Vader is ook jouw Vader. Hij wil ook jouw Vader zijn. Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u, koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wil je meer weten over deze Vader? Vraag dan om een Bijbel of haal een Bijbel en je gaat hem leren kennen. Net als Gerani mogen hem leren kennen. De Vader die hij wil zijn voor jou persoonlijk, voor ons persoonlijk. We hopen je volgende week terug te zien bij weer een hele nieuwe aflevering bij Van Binnenuit. Tot dan. Toen Jezus een man sprak die al 38 jaar ziek was en heel graag genezen wilde worden, vroeg hij hem of hij gezond wilde worden. Dit staat in Johannes 5. Dat lijkt een rare vraag waar geen compassie uitspreekt, maar dat is niet zo. Ergens naar verlangen kost geen echte inspanning, maar om het te verkrijgen moeten er vele obstakels overwonnen worden. Zonder inspanning of vastberadenheid is er nog nooit iets waardevols verkregen. Als je dus van binnen verwond bent en je naar genezing verlangt, dan moet ik je vragen of je echt gezond wilt worden. Want hoe lang of hoe pijnlijk je weg naar genezing ook zal zijn, het zal uiteindelijk de blijdschap over je vrijheid waard zijn. God staat klaar om je te helpen. Ben jij er klaar voor om te genezen?